Kan Hanna nu rechtop gaan zitten? Dat heeft Rotegat er ook al bijna gedaan en de start is nu gevallen. Yonik Schaak kan heel hard beginnen, dat is bekend. Maar er zijn er twee die dat ook kunnen en die gaan mee aan de binnenkant. Eén daarvan is een outsider, dat is de 5 Mia de Caverre. En die gaat zo meteen de kop afstaan en daarachter ligt dan Just Massive. Schriftelijke uitnodiging is inmiddels verstuurd door Mark Huygens. En daar gaat aan de buitenkant Jeffrey Mirasse, die neemt nu over. Leiding overgenomen door Yonik Schaak. Daarachter op de tweede plaats volgt dan Mia de Caverre. En dan Just Massive. Daarachter komt aan de buitenkant naar voren Kiwi de Korta met Frederik de Huut. En die schuift op naar een gedeelde derde plaats. De 1 zijn we kwijt, Kennedy Kites, die is gesprongen en uitgeschakeld. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. En Miras is aan het controleren en aan het kijken wie wat aan het doen is. En voorlopig wordt hij nog niet bedreigd. Leiding in handen dus van Yonik Schaak. De vlieger heeft niet gesprongen, maar is blijkbaar vanwege de gangen eruit gehaald. Want hij ligt wel gewoon aan de staart van het veld, maar weer aan de buitenkant. En zo gaan de paarden de bocht door. Compact peloton. Tempo ligt niet al te hoog. Niet zo hoog als de vorige keer toen Yonik Schaak won. Toen ging het 15 over de afstand. En het hele veld ligt er vlak achter. Tweede spoor aan de buitenkant. Met een rug ervoor ligt Jungle Renka. En de paarden zijn voor de tribune. Tactische koers met Yonik Schaak. Daarachter aan de relingzijde ligt Mia de Caverre. Buitenkant schuin daarnaast ligt Kiwi de Korta. Dan volgt Jungle Renka. Just Massive kan geen kant op, want aan de buitenkant komt daar nu naast Gina Derpignon. Laatste is Icar Ter Putten met Gerard Vergade. Paarden gaan de voorlaatste bocht in. Tempo gaat langzaam omhoog met Yonik Schaak. Yonik Schaak, buitenkant Kiwi de Korta. Daarachter aan de relingzijde moet het ruggetje van de koploper nu even loslaten. Mia de Caverre. En daarachter ligt Just Massive. En Rotegat zou daar wel heel graag weg willen, maar hij heeft geen schijn van kans. Hij ligt helemaal ingemetseld. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. Yonik Schaak, halve lengte voorsprong. Buitenkant daarnaast ligt de 7, Kiwi de Korta. Daarachter aan de relingzijde de 5, Mia de Caverre. En daarnaast in het tweede spoor ligt er geweldig mooi in, Jungle Renka. Het zal toch een duel gaan worden waarschijnlijk tussen Jungle Renka en Yonik Schaak, als het al een duel gaat worden. Want Just Massive kan er nog steeds niet uit. En zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En Rotegat drukt zich er nu toch uit. Zo gaan ze de laatste bocht door. Yonik Schaak leidt. Daar gaat de aanval ingezet worden door Kiwi de Korta. Daarachter Jungle Renka, die eventjes moet passen. En daar komt ook aan Just Massive. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding in handen van Yonik Schaak. Yonik Schaak, het paard van de dag, leidt nog altijd. Daarachter strijd voor plaats 2. Yonik Schaak. Gaat weer een eentje neerzetten. Yonik Schaak is de winnaar. Tweede plaats, verrassend, Kiwi de Korta. En dat blijft hij... Jawel hoor, makkelijk. Derde Jungle Renka en vierde Just Massive.